Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe vlog van Vervoer in Europa. Wij gaan vandaag een dagje naar Schiphol met treinspotter Daniel. En we zijn nu op station Amersfoort en die staat 1829 met spoorstaven. Maar die staat plat. Maar wij nemen dus zo de trein naar Schiphol Airport om onder andere Boeing 747 te spotten en A340. Dat is sinds kort nieuw op Schiphol, dus dat is mooi. En ik heb ook dit hier mee. Blijft een mooi ding, 1829. Sowieso 1800 zijn mooi. Met spoorstaven. En plan u. Op naar Schiphol Airport met deze ICM. 7-delen ICM. Op naar Schiphol Airport. Zo, inmiddels op het busstation aangekomen. En hier pakken we de bus naar de Kaagba voor 747, 777, noem maar op. Dus op naar de Kaagba met de. Thank you.
Zo, inmiddels bij de bushalte Rozenburg voetgangersbrug. En hier lopen we naar de Kaagbaan. Zo, inmiddels bij de spotplek aangekomen. Ik ben met Daniel. Zeg hoi. Hoi. En we zijn er al even. We hebben al een paar 747 gezien. En ja, dit is mijn setup. Wauw. En daar staat de 747 en 9 en een 777. En we staan nu bij de Kaagbaan. En daar, waar is dat ding? Oh. Ja, daar komt een KLM aan. Helemaal mooi. KLM. Ja. Wat ga je uitproberen, Daniel? Wauw. Hij weet niet wat hij gaat doen. Goed verhaal. Maar daar, een breier. Kijk, we gaan de landing raten. Reten. Zit hij op. Wauw, boterlanding. Lekker hoor. En daar, ik weet niet of ik kan zien. Daar komt Atlas 747 aan. Hopzakee. 747. Kijk. Nou, die komt zo over 1 minuut. Kijk, want ik denk het ook. Oh ja, en? Een rennenband hebben we ergens midden op de weg gevonden. Ja. Daar komt Transavia. Boterlanding, what the fuck. Oké, laat maar. Een min 1. Toch? Nee, hij zit op een broodje te eten. Ik zat niet op te letten. Wanneer, kijk, maar deze, ik weet niet waar die lag, maar die vonden we op de weg. Ja. Als we erin gaan, dan ga ik in het hotel. Oké. Okay. Of nee, nog niet. Laat het alsjeblieft in. Maar ik zoek hem. Ik zoek de 747. Ik zie hem hier. Oh, daar. Kijk, daar is Atlas 747. En daar. Godverdomme. Pitson. Ik kan hem niet vinden. Oh, daar. En daar. Is. No. Waar de fuck is hij? We lopen daar nog wel voor mee. Oh. En daar. Camera pakken. En daar is nog een 7-7.
maar ja, kut, want onze meerbaan is open, maar ja, we hebben alles wat we wouden. En er komt toch niks leuks meer, dus ik pak de bus weer terug naar het Schiphol Airport. Juist. Komen we gewoon een random fiets tegen hier zo. Ook zo heel random hier. Kijk, lampjes. Oh. Kijk, lampjes. Ja, logisch, landingsbaan. Kijk. Lampjes. Hij moet niet scherp stellen. Scrootje. Maar ja. Wauw, mooie lampjes. Maar hier gaan we recht onder de vliegtuigen staan. Wat vind jij daarvan? Ja. Mooi. En Breyer komt eraan. Oh jee. Wiebel. Oh, vogel. Oh, nog meer vogels. Oké, rennen. Bus. Stop. We staan nu bij het panoramaterras. Ik weet niet of je het kan zien, maar daar staat KLM Skyteam livery. En hier wachten we nog op KLM 747. Die ging op random opeens van Miami naar Oslo en vanuit Oslo ging die weer hierheen. Geen idee waarom, maar het zal wel. En hier staat een Fokker 100. Mooi dingetje. Dus ja, hier even wachten op KLM 747. KLM Cargo dan. En ik had deze mooie schaalmodel gekocht. Boeing 777. Helemaal top. Het wordt weer winter helaas, maar ja, ik weet niet of je het kan zien, maar je mag het niet zo. Daar staat een lege autotrein met van BLG. Maar
Hier neem ik de sprinter naar Valdes, maar dat geloven jullie wel. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Like de video, abonneer en dan zie ik jullie tot de volgende keer. Laters.